als ik gewoon met de hand wit en ik doe dat in een compostbak, dan creëer je weer een gezonde voedingsbodem voor toekomstige groentes. Geen gif voor mij. Annemarie de Haan is veganist. Veganisme is een hele duurzame manier van eten, waarbij je alle dierenleed vermijdt. Dus in haar huis vind je geen kaas of melk, geen eieren en uiteraard geen vlees. Behalve voor de kat dan, want die kan niet zonder vlees. Annemarie wel en ze voelt zich kiplekker. Ik merk dat nu ik veganist ben, dat ik lichter ben in mijn lichaam. Ik ben afgevallen, ik voel me veel vitaler, ik voel me veel sterker. Geestelijk voel je ook wat minder snel depri. 2 jaar geleden ging het roer om. Ze werd veganist en begon een blog om het veganisme actief uit te dragen. Tot haar verbazing leidt dit nogal eens tot confrontaties. Er zijn echt mensen die zeggen, denk jij dat je beter bent dan een ander? Denk je dat wij het niet goed doen omdat wij vlees eten? En wat zeg jij dan? Dan zeg ik nee, ik zie het als een proces. Ik at vroeger ook vlees en ik ben er nu mee gestopt. Dit is sojaboter. Dat is een alternatief voor gewone boter. Shampoo, amandelmelk. Veganistische douchecrème. Veganistische worstjes en hamburgers. Make-up, zonnebloempitten. Eyeliner, hennepzaad. Dus op basis van planten, bijvoorbeeld. Ik schrijf verslagjes over leuke activiteiten hier in het oosten, zodat mensen denken van, hey, veganisme is leuk, het is niet alleen maar saai. Mijn kinderen eten een aantal dagen per week veganistisch, maar ze mogen ook 1 keer in de week bij oma eten, dan krijgen ze gewoon gehaktballen. Ik wil mijn kinderen ook niks opdringen. Ik wil ook niet dat ze anti-veganistisch worden, dus vandaar dat ik ze flexitarisch, zo heet dat dan, opvoed. Vlees is moord! Alle dieren vrij! Nee, hallo, slager, kom eens hier. Annemarie is overtuigd van het belang van veganisme. En ze vindt dan ook dat er veel moet veranderen. Maar het echte actie voeren is niet aan haar besteed. Nou, van de ene kant vind ik dat het goed is dat mensen op een gekke manier aandacht vragen. Maar van de andere kant vind ik het ook goed dat er ook mensen op een vriendelijke manier mee omgaan. En als wij allemaal zo in onze string op televisie komen, dan neemt niemand ons meer serieus. Dan denken ze allemaal, wat een steuntje gekken. Daarom schrijf ik een blog, ja.